Nummer 7, La Pointe. Het is in dit geval mijn Corbière. Klein beetje houtrijping, niet te veel. Corbière, ja, ik weet niet of jullie het wel eens hebben gedronken. Het is een gebied, je kunt hem terugvinden op de kaart die bij het pakketje in zit. Het is een gebied die eigenlijk vooral in het verleden heel veel wijnen heeft voortgebracht. Die een beetje aan, niet helemaal de onderste, maar de één na onderste plank in de supermarkt stonden. Veelal matige kwaliteit voor, ja, ook matige prijzen trouwens. Dus niet eens zo'n hele gekke prijs-kwaliteitsverhouding. Maar het wordt gelukkig steeds beter. Wat Corbière wel uniek maakt en daardoor ook net even wat anders dan anders, is altijd een beetje een boerse stijl. En een boerse stijl wil zeggen dat als je het ruikt, dat soms kan je, tenminste als je op bent gegroeid op het platteland. Ik ben niet opgegroeid op een boerderij, maar wel een beetje op het platteland. In ieder geval een beetje tussen de boerderijen. Dan ruik je altijd een beetje dat stalachtige in Corbière. Of in veel gevallen kun je dat terugvinden. Dat heeft deze ook. Zij het in mindere mate, maar ergens als je het... Waarschijnlijk als ik het zeg, dan denk je zo van, oh ja, dat herken ik wel. Als je ook op het platteland bent opgegroeid. Het prachtige nieuwe Leuzen. Ja, het ruikt vooral ook gewoon lekker... Fris fruit, naast dat kruidige boerse. Het heeft twee druivensoorten, Grenache en Syrah. Er zijn een aantal andere druivensoorten ook toegestaan, maar veel Corbière bestaat uit Grenache en Syrah. Vaak hoofdzakelijk Grenache met een beetje Syrah. En hier zit, eens even kijken, nou, een gedeelte, 25% zit in eikenhout. En dat is... Nou ja, in de geur in ieder geval niet per se herkenbaar, dus het ligt er niet heel erg dik op. We gaan het proeven. Ja, lekker. Deze is eigenlijk wel echt Corbière zoals ik het ken. Het heeft een beetje rokerig, het is een beetje boersig. Het is fruitig. Maar ook niet overdadig fruitig. Weet je, vooral in de afdronk denk je zo, oh, ik heb een beetje dat tabak, een beetje kruidigheid, een beetje dat bossige, dat aardse. En dat heeft een beetje wel overhand boven het rode bosfruit eigenlijk wat je proeft. Gewoon een lekker glas. Niet al te speciaal, daar ben ik ook heel eerlijk in. Het ruikt lekker, het proeft lekker. Gewoon een lekker glas. Wat zeggen ze? Even kijken. Een beetje gegrild vlees, kan ik me voorstellen. Stoof. Een beetje kruidige gerechten. Mag best wel een beetje peper overheen. Een beetje specerijen is ook helemaal niet verkeerd om te gebruiken als je dit drinkt. Gewoon een lekker glas ook om zo van te genieten bij de open haard. Met het nou ja, matig mooie weer. Of tenminste, het is eigenlijk wel lekker. Het is najaar. Wel najaarswijn. Over najaarswijn gesproken. We gaan straks naar nummer 8. De laatste. De klapper. Ik moet zeggen dat ik die heel lang geleden een keer geproefd heb. Dus ik ben benieuwd hoe die er nu bij staat. Dus ik zie jullie zo. Geniet hier in ieder geval nog even van. Hoi.